uiteraard moet een overheid efficiënt zijn. Ze moet zorgen dat ze haar geld zuinig uitgeeft. Maar ze moet vooral dan zorgen dat haar doel, haar effectiviteit, niet in het gedrang komt. Er zijn altijd twee criteria om het even welke organisatie te evalueren. De efficiëntie en de effectiviteit. Nu, wat is het probleem? Dat men vaak de dag van vandaag van een overheid niet vraagt dat ze efficiënt is, maar rendabel is. En dat is een beetje een rare slag die je maakt als econoom. Want die rendabiliteit, dat is terug dat vrije marktmechanisme. Dus men stelt nu eigenlijk de eis aan een publieke actor vanuit haar strategische rol, die duidelijk een heel andere is dan die van de vrije markt, om te zeggen, vul de hiaten, maar het criterium om je te evalueren zal zijn een van het vrije marktmechanisme. Dat is heel schizofreen.